Het e-waste inzamelingsproject van Telesuur heeft tot nu toe een totale opbrengst van 3 vaten. Op het Telesuur filiaal te Paramaribo Noord waren 2 e-waste vaten binnen 2 maanden gevuld, in tegenstelling tot die bij Suvula op Latour, die een vat opleverde in dezelfde periode. Elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd, is afval dat bestaat uit defecte of verouderde elektrische en elektronische apparaten. Het doel van dit project is het creëren van bewustzijn onder de gemeenschap over de schade die e-waste kan aanrichten aan het milieu, zegt Janice Asraf, manager Corporate Communication Telesuur. Het initiatief kwam eigenlijk vanuit de Kanto, waar Telesuur lid van is. In Jamaica en in Trinidad zijn er in samenwerking met de Kanto reeds e-waste initiatieven uitgevoerd. Het is bekend dat dit soort elektronisch afvalmateriaal, dus als we elektronica thuis hebben, op een gegeven moment hebben we een nieuwere versie of het gaat stuk, maar we zitten met zo'n apparaat in ons huis. Als zoiets in het milieu terechtkomt, kan het schadelijke effecten hebben voor het milieu. En ik denk bijvoorbeeld aan de batterijen die in deze devices zitten. Afvalmateriaal van de batterijen komt in het grondwater terecht en dat is schadelijk voor ons milieu, schadelijk voor de dieren en uiteindelijk ook schadelijk voor de mens. Medewerker Sven Koster van Stubula zegt dat de organisatie ervoor koos aandacht te besteden aan e-waste inzameling om een handje te helpen aan een schoner milieu. Het is vrij nieuw voor ons, het e-waste. We hebben zelf ook al petflessen gedaan en een paar recyclingsactiviteiten, maar e-waste is een beetje nieuw voor ons. Dus wat wij doen om het dan te promoten, te stimuleren, is bij elke activiteit dat Stubula plant, zorgen wij er wel voor dat we dat aankaarten. Op het Telesuurfiliaal ten Noord is het e-waste inzamelingsproject zeer goed ontvangen en zat het eerste vat binnen 2 weken vol, zegt filiaalmanager Wendel Gunish. Kijk, in de bin gaat er, is er e-waste als mobiele telefoons, computers, iPads, dat soort zaken. En de mensen hebben dus nu kosteloos, het kostte niets. Het enige is hier komen, de spullen in de bin zetten. De bin worden opgehaald voor verder recycleactiviteiten door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dus ik zou zeggen van, men kan nog steeds gewoon dagelijks komen om de spullen hier achter te laten. Goed initiatief, in plaats van dumpen in de sloten, de kreken of in onbewoonde gebieden. We gaan sowieso door met dit project. We kijken er naar uit om op meerdere plekken de bins te plaatsen. En natuurlijk is het afhankelijk van de gemeenschap. Hoe vaak ze gebruik hiervan willen maken. Het is kosteloos. De klanten die betalen er niet voor. De mensen die hun afval verwerken, dat mag anytime. Wij zorgen ervoor. Wij betalen dan voor de afhandeling. Ik wil ook even benadrukken, we maken er zelf helemaal geen geld op. Het is gewoon wat we doen voor die samenleving en voor het milieu. Telesuur lanceerde dit project afgelopen juni in samenwerking met de Community Hub de Flora, Stichting Sita en Stubula. De volle vaten worden lokaal verwerkt tot biologisch afbreekbaar materiaal. Vervolgens wordt dit materiaal verscheept naar het buitenland voor verdere afwerking.